Je zou toch ook zelf als Roy Jussen, een jonge man, die lui zijn niet gek. Die hebben natuurlijk, die zijn ook opgegroeid met het internet. Die zijn wel een klein beetje bij de tijd. Dan heb je toch geen zin om je leven te geven, niet waar, voor een volksgeschifte expeditie waarbij de Oekraïne veroverd moet worden. Van fascisten gezuiverd moet worden. Het verlossen, kunt u mij horen? Hoe vond je trouwens dinsdag? Dinsdag, ja. Staat hij al aan of ja, niet? Ja, hij staat aan. Onze avond in Tivoli. Ja. Ik was er wel tevreden over. Mijn indruk was dat het publiek ook wel tevreden is. Al weet je dat nooit helemaal zeker. Want we begrepen dat deels het niet goed verstaanbaar was. Precies. Waarschijnlijk ver weg van het toneel. Het is natuurlijk een zaal die heel hoog opgebouwd is. Maar daar valt dus toch nog wel iets op aan te merken. Ja. Of dat nu aan ons ligt, of aan mij misschien in het bijzonder. Omdat ik nogal bewegelijk met de microfoon ben. Want ik ben erg voor handmicrofoons en enorm tegen zo'n ding achter je oor. Maar misschien moeten we dat toch tenslotte daartoe besluiten. Omdat het wel een permanent betere geluidskwaliteit biedt. Ja, ik vond het thema voor Europa wel erg interessant, moet ik zeggen. Wat je verteld hebt. Ja, maar het was wel een extreem korte samenvatting van een complexe geschiedenis. En nou ja, zoals het al. Jij vroeg nog, hoe lang denk je dat je gesproken hebt? Ik dacht 20 minuten. Toen was het een uur. Een uur, ja. En dan nog heb ik eigenlijk een paar hoogtepunten in het licht gezet. En ja, een aantal wat complexere problemen niet vermeld eigenlijk. Ja, had je die mevrouw gezien die vooraan zat? Een wat oudere mevrouw. Die was dus op een gegeven moment, ik keek eventjes naar rechts. Die zat lekker eventjes een dutje te doen. Ja, dat komt bij mij natuurlijk wel vaker voor. Je ook bij lezingen dat je... Het is ook altijd net in de zichtlijnen van de spreker. Zie je zo iemand die eerst begint die te knikkenbollen. Hij of zij... En dan tenslotte zakken ze zo scheef en dan zijn ze in slaap gevallen. Ja. Je weet dat mijn stem naar het schijnt een extreem slaapverwekkende indruk maakt. Ja. Des te beter. Doen ze ook eens even een dutje. Ontspannen ze kennelijk even, want anders kun je in slaap vallen op slotverrekening. En je kunt zonder slaappillen, wat een afschuwelijk vergif is, verslavend vergif. Ja. Dus ik zou zeggen, luistert gerust. En nou ja, als je dan er niks van opsteekt, niks aan te doen. Heb je ook die mensen gezien die op een gegeven moment opstonden en die wegliepen? Dat was wel richting het einde hoor, toen waren we al 2 uur bezig. Misschien waren dat toch degenen die het slecht konden verstaan. Want ik begreep dat mijn betoog redelijk verstaanbaar was. Ja. Maar dat vooral in de vraagfase het vaak lastig te verstaan was. Met name ook de vragen uit de zaal. Dat klopt. Ja, mensen die moeten ook wel goed in de microfoon praten. Dat vinden ze natuurlijk spannend. Want dan denken ze, nu kunnen we Maarten een vraag stellen. En dan zijn ze natuurlijk eventjes gespannen. We hebben nog wat huiswerk meegekregen van Tivoli om even na te denken over een nieuw onderwerp voor december. Ik weet niet de datum precies. Oh, maar... ze willen het ook met onderwerp aankondigen, begrijp ik. Volgens mij zetten ze dat in de beschrijving of zo erbij. Oké. Maar dat kunnen we nog doorgeven. Nou ja, we zouden in december natuurlijk de uitslag van de... tussentijdse Amerikaanse verkiezingen kunnen doen. Dat is interessant. Ik zal erover nadenken. Prachtige onderwerpen, te genoeg natuurlijk. Ja, wat dacht je van Poetin en de mobilisatie? Nou ja, wat dacht ik van Poetin? Dat die man natuurlijk enorm in het nauw zit. Daar komt het wel in grote trekken op neer. Er was altijd gezegd, dat ging hij niet doen, mobilisatie. Omdat dat natuurlijk laat merken aan de Russische samenleving. Dat het niet zo verschrikkelijk goed gaat. En bovendien natuurlijk in feite honderdduizenden mensen en allen daaromheen natuurlijk in een toestand van grote onrust stort. Ik begreep dat het qua oproepen een zootje was geweest, dat ook invaliden werden opgeroepen. Mensen zonder enige militaire ervaring, dat vrijwilligers als die zich kwamen melden van de deur gestuurd werden. Nou, dat het geheel naar verwachting eigenlijk, ik verwacht weinig goeds van het Russische organisatievermogen, moet ik eerlijk bekennen. Dat het dus een zootje was. En we hebben allemaal gelezen natuurlijk dat de jonge mannen massaal het land uitvluchten. Dat hadden ze natuurlijk al gedaan toen deze ellende begon. Maar dat wordt nu nog massaler. En wat het land uitvlucht is natuurlijk hooggeschoold. En die hebben natuurlijk toch de hoop dat ze elders buiten Rusland aan de slag kunnen komen. Dus dat is een immens verlies voor Rusland. En ik begreep dat structureel het al zo is dat heel veel hooggeschoolden uit Rusland vertrekken bij gebrek aan perspectief.
En natuurlijk vanwege de politiestaat. Je zult maar de godganse dag beloerd worden en bij het minste of geringste opgesloten. Of in ieder geval tijdelijk in een detentiecentrum worden ondergebracht. Dat is natuurlijk ongelooflijk vervelend. Ja, het is een regime wat in hoge mate natuurlijk het eigen land ernstig beschadigt. Nadat het feit, dat moet je natuurlijk toegeven, waarom zit hij er? Omdat hij ooit een sterke start gemaakt heeft, waarbij natuurlijk de plotselinge stijging van de energieprijzen aan het begin van deze eeuw hem enorm meegezeten heeft. En vervolgens heeft hij natuurlijk dat enorme voordeel van die fossiele brandstoffen die daar massaal in de grond zitten. Trouwens, van alles en nog wat schijnt er in de grond te zitten. Dat heeft hij tenslotte weggegooid. Zij het dat hij het uiteindelijk ook wel elders kwijt kan, maar Europa is een regelmatig en goede betaler. Gas, overigens begreep ik, was toch betrekkelijk goedkoop, ook tegen wereldmarktprijzen gerekend. Maar goed, dat voordeel heeft hij weggegooid, omdat wij dan natuurlijk nu wel begrepen hebben dat we ook slachtoffer kunnen zijn van de gasleveranties. Waarvoor we, laat ik het nog maar eens een keer zeggen, jarenlang uitgebreid gewaarschuwd zijn. En dat wilden wij, maar ook in het bijzonder de Duitsers, dus eigenlijk niet geloven. Die dachten, het zal zo'n vaart allemaal wel niet lopen. Wat ik ook dacht, dus laat ik dat eerlijk erbij zeggen. Ik had nooit gedacht dat deze prutser natuurlijk deze immense ramp voor zijn eigen land uiteindelijk zou veroorzaken. Wat denk je dat het effect gaat zijn van deze mobilisatie? Verdere verwarring en... Ik heb helemaal geen speciale militaire expertise. Dus ik koers gewoon op de krant die ik lees. In dit geval de New York Times. Dat het eigenlijk militair gesproken waarschijnlijk geen verschil zou maken op de grond. Want voordat die mensen er zijn, dat gaat maanden en maanden duren. Dan moeten ze uitgerust worden. Het is maar de vraag of ze nog voldoende uitrusting hebben om ze behoorlijk uit te rusten. Ik begreep dat zeer bejaarde tanks ondertussen werden ingezet. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die in principe misschien ooit geoefend zijn geweest, maar dat al lang niet meer zijn. Dus je moet ze ook nog oefenen. Ze zijn heel slecht gemotiveerd. Zoals wat er is, is slecht gemotiveerd. En deze zullen niet beter gemotiveerd zijn. Afgezien van een enkele vrijwilliger misschien. Het zal naar de militaire deskundigen meenden op de grond in de Oekraïne niet zo verschrikkelijk veel verschil gaan maken. Nog even afzien van het feit dat iedereen dan zegt de winter gaat beginnen. En of schijnt de Oekraïne een grote modderpoel te worden. Ja, natuurlijk een infrastructuur van Jan Doedel in allerlei opzichten. Dus dan zal het misschien allemaal qua intensiteit minder worden. Mm. En we hebben natuurlijk nu dat toneelstuk wat hij opvoert van die volksstemming. Waarbij dan al die luie beslissen dat ze dolgraag bij Rusland willen horen. Heerlijk, heerlijk land. Echt een land. Ik bedoel, het is ongelooflijk wat een land. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het kernvraagstuk dat Rusland zo'n onbeschrijfelijk klotenland is. Hè? Wat nu weer in ongereden is geraakt met zo'n halfgare dictator. Een politiestaatssysteem, detentiecentra, de hele zatte kraam. Alsof we hebben die korte, wonderlijke, chaotische intermezzo gehad na 89, 91 en nu dit. Hmm. Nu dit na 22 jaar. En wanneer is hij aan de macht gekomen? Eind 99, dus ruim 22 jaar. Het is, Rusland gaat natuurlijk niet weg. Dat is ook uiteindelijk het centrale probleem. Je zult een oplossing moeten verzinnen waarbij die rekening houdt met de aanwezigheid van dit onbeschrijfelijke klotenland. Wat ook, denk ik, niet zo makkelijk fundamenteel gaat veranderen. Ook als Poetin verdwijnt, dan is de kans groot dat je eerst krijg je feest op straat en de ballonnen gaan omhoog en alles wordt anders. En iedereen weet dat het na 10 jaar Rusland weer kloot is. Op een of andere manier zit daar een soort deep state, als je de FSB zo wil noemen, die natuurlijk steeds weer dezelfde organisatiebeginselen erop nahoudt. Namelijk repressie en detentie. Wat kunnen we er verder van zeggen? Ik denk dat Oekraïne toch nu langzamerhand in de sfeer is of in de stemming is om te denken dat ze zouden kunnen winnen. Ik begreep dat eigenlijk alle militaire deskundigen denken dat het vrijwel onmogelijk is om alle Russen uit het oosten van de Oekraïne weg te jagen. Dus het Westen zal toch mikken, denk ik, uiteindelijk op onderhandelingen.
En achter de schermen zeker ook tegen de Oekraïne zeggen, jongens, het gaat goed, het gaat geweldig. Hou ze onder druk, het kan nooit kwaad. Maar er moet een keer gepraat worden. En als er gepraat gaat worden, dan ontstaan allerlei nieuwe problemen. Namelijk, je moet toch een soort concessies doen waarschijnlijk. Omdat Poetin op enigerlei wijze, als die blijft zitten, moeten we natuurlijk even afwachten, de mond zou moeten kunnen verkopen als in ieder geval een soort van succesje. Nou ja, dat het niet veel zaaks is, dat valt makkelijk toe te geven. En dan zul je Oekraïne garanties moeten geven. En ja, ik zie geen andere garanties dan de garanties die ze de facto nu hebben. Namelijk dat ze op enorme schaal gesteund worden natuurlijk door westerse landen. Die net doen alsof dat niet de NATO is, maar die net doen of het allemaal individueel steunende landen zijn. Maar in feite is dat natuurlijk de NATO. En in het bijzonder de Verenigde Staten. En dan rijst er aan de horizon natuurlijk onmiddellijk een nieuw probleem op. Wie gaan de Amerikaanse verkiezingen winnen in 2024? Dat zou Trump kunnen zijn, dat weten we helemaal niet zeker. Maar de mogelijkheid is niet uitgesloten. Dus je ziet eigenlijk hoe de problemen zich in de naaste toekomst stapelen. Waarvan althans op dit moment niet echt duidelijk is hoe ze opgelost gaan worden. Ja, één aspectje heb je nog niet genoemd. Denk ik dat ja, informeel misschien de NATO gewoon wel moet doen waar Poetin zo ontzettend tegen was, namelijk veiligheidsgaranties verschaffen. Omdat je, Rusland blijft daar. En als ik gelijk heb en Rusland is een onbeschrijfelijk klotenland, dat is het gekke dat al die Ruslandliefhebbers, dat zijn hele aardige mensen, gezellig, ongelooflijk, wat een fijn land. Lekker ja, drinken. Hartstikke fijn land. Hè? Dat hebben we gemerkt in de vorige eeuw en nu dus weer. Daar zou je op een of andere manier mee rekening moeten houden. Maar wat bedoel je met die garanties? Wat gaat dat veranderen? Veiligheidsgaranties. Want je begrijpt toch wel dat nu stel voor dat je een deal maakt bij onderhandelingen. En een deal die natuurlijk hoe dan ook van iedereen met enige intelligentie zal begrijpen dat voor Rusland eigenlijk een nederlaag geworden is, zoals deze hele oorlog natuurlijk een nederlaag geworden is. En dan zal Rusland, waarom niet? Het is daar. Het kan recupereren. Het kan zich economisch misschien partieel herstellen. Hè, van sanctie-effecten enzovoort. Wie garandeert ons dat ze over 5 jaar met dat godvergeten gekloot weer overnieuw beginnen? Hè? Ruimte genoeg. Er wonen massa's Russen in de Baltische Republieken. We hebben nu dat gedonder met de Oekraïne, we hebben Georgië. Het zijn allemaal flashpoints, om het maar even fraai te zeggen, waarbij het weer fout zou kunnen gaan. En die voor de Russen een fijne aanleiding zijn om weer wat te gaan stoken en kloten. En dat zou je vast willen leggen in voorwaarden als jullie dat doen? Ja, dus daar zullen garanties zeggen. Althans, Oekraïne zal in alle denkbare vormen bij en na onderhandelingen zal de Oekraïne garanties willen hebben. Maar andere landen ook misschien wel, daar in die grenzen. Maar goed, die hebben ze al. Hè. Kijk, Georgië niet, dat is denk ik een verloren boedel, om het maar even zo te noemen. Maar de Baltische Republiek is een lid van de NATO, dus die hebben die garantie al. Ja, Finland en Zweden zijn ermee bezig. Ja, dus die in die zin is ook natuurlijk de strategische positie van Rusland, althans in het OC-gebied, verder verzwakt, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik ben nog wel één benieuwd ding naar één dingetje dat je niet genoemd hebt, namelijk het effect van die mobilisatie op het binnenland, op de binnenlandse politiek en de relatie tussen de burgers en Poetin. Ik begreep dat hij heel beroerd was. Tuurlijk is hij beroerd, maar voor niet lang niet voor alle Russen. Maar de consensus die er natuurlijk was in Rusland, ook omdat je als je er niet aan mee deelnam en meteen lelijk gestraft werd, ja, die vertoont natuurlijk fantastische barsten. Omdat er natuurlijk een kamp is in Rusland van sla erop, we moeten massaal mobiliseren. Er zijn 5 keer zoveel Russen als Oekraïne, ze moeten er doorpakken. Kan niet verdomme hoe. He, dat is, laat maar zeggen, het nationalisme. Hele enge, onaangename, extreme vorm van nationalisme. Ook een beetje bijgemengd met allerlei godsdienstige gelul erbij. Dat is allemaal nog erger. Dat is de ene kant. En dan is natuurlijk een andere kant, daar ben ik van overtuigd, van de kant van de Russische overheid en banken, financiële sector, die zegt, jongen, hou in godsnaam op, probeer hier een punt aan te zuigen. Het is feitelijk mislukt. En op deze manier wordt alles alleen maar veel erger en erger en erger.
En dan is er natuurlijk nog, nietwaar, boven dit alles de schaduw van de paddenstoelwolk, om het maar even zo te noemen. Omdat nu allerlei mensen zeggen, nou ja, de kans wordt toch groter, dat hij dreigt ermee. En ja, je begrijpt hoe het is, je kunt steeds een eindje oprukken. En dan tenslotte, nou ja, hoe serieus zijn die kansen? Ik zelf acht nog steeds de kansen op het gebruik van nucleaire wapens, ook al dreigt hij daar voortdurend mee. Kijk, het is eigenlijk het enige waarmee hij dreigen kan. Omdat dat fantastische leger wat hij zou hebben opgebouwd, die enorme modernisering van de Russische strijdkrachten, niet waar, in duigen is gevallen. Het bleek niets voor te stellen. Ze kunnen niks. Het is van een Nederlandse dienstplichtige had dat er beter van afgebracht, bij wijze van spreken. Maar dus ja, het enige waar die een beetje sfeer mee kan maken in negatieve zin zijn die kernwapens van hem. Het is natuurlijk een kernwapenmogendheid getalsmatig op hetzelfde niveau als de Verenigde Staten. Ja. Maar ik denk nog steeds dat hoogst onwaarschijnlijk is. Het is geen bluff, zei je in de toespraak. Dat als iemand zegt het is geen bluff, dan weet je eigenlijk zeker dat hij zelf al bedacht heeft, zou wel een beetje bluff kunnen zijn eigenlijk. Dus ik moet het... Ook als iemand tegen jou zegt, het is echt waar, dan denk je altijd, oh ja, zou het? Waarom zegt hij dat eigenlijk? Is het 100% uitgesloten dat hij het doet? Ook weer niet natuurlijk. Laten we ervan maken 75%, 25%. Ja. Even tussendoor trouwens. Mensen dachten dat ik op een typemachine in de auto alles zat uit te schrijven en mee te tikken wat jij vertelt. Maar het is het geluid van regen dat te horen is. Ja, een heerlijk gezellig geluidje. Hè? Ja, maar wij weten natuurlijk dat het regen is. Maar als je zit te luisteren, wat hoor ik toch? Het is dus regen die tegen de auto aanklettert. Ja. En dat is wat je hoort. Regentropfen die tegen het venster klopfen. Heerlijk. Hoorde ook bij de tijd van het jaar natuurlijk. Hey, en nou ja, noemde net al de politieke gevolgen. Je ziet nu in Italië Berlusconi die er toch toespelingen maakt richting Poetin, hè? Ja, daar ben ik allemaal niet zo van onder de indruk. Italië is lid van de Europese Unie en zal, als het niet van plan is enorme schade op te lopen op vrijwel elk denkbaar terrein. Kijk, Italië is natuurlijk een onmogelijk land, laten we eerlijk zijn. Ze hadden een voortreffelijke regering die brede steun genoeg. Met Draghi, die alom in de wereld aanzien geniet, ja. Die een zakelijk type is. Nou ja, een van die carnavalspartijen daar zegt het vertrouwen in Draghi op, alleen maar omdat ze vonden dat ze zelf eigenlijk te weinig aandacht kregen en misschien hun positie wilden versterken. En Draghi is vertrokken en nu zitten we natuurlijk met die mevrouw die, als het allemaal zo loopt als de kranten beweren, morgen een geweldige... Die Fratelli di Italia. Ja, die blonde mevrouw. Ja, die ooit met ook een fascistische achtergrond of postfascistische achtergrond. En die zou dan de grootste partij worden. Ja, het is Italië. Hè? Nou, het is elke keer hetzelfde. Je ziet een foto van het Italiaanse landschap en dan denk je, hoe is het mogelijk dat zo'n onbeschrijfelijk chaotisch klote land, weer zo'n klote land, niet waar, zo'n schitterend landschap kan produceren. He? Ooit zo'n geavanceerde cultuur erop nahield. Denk aan al die Noord-Italiaanse steden die in allerlei opzichten, niet waar, de immense belofte van het dynamische Europa al in zich hadden. Ja. Maar ja, het is Italië. He? Ja, ik ben daar ooit met de kinderen naar de eerste hulp geweest, de Pronto Soccorso. Nou ja, wat was het? Het waren gillende oude vrouwen, doktoren met bloedvlekken op de jas. Het was dat je denkt, waar ben ik terechtgekomen? Een Breugeliaans toneelstuk of zo. Ventimiglia notabene, daar was het in de buurt. Het was niet eens in de zuidelijke streken. Dat ik tegen mijn vrouw zei, ja, als de kinderen, want die hadden oorpijn omdat het zwembad bezwet, bacterieel besmet was. Als dat pilletje niet werkt, dan vliegen we gewoon met paf terug naar Nederland. Je houdt het niet voor mogelijk, werkelijk. Het is jammer dat ik het niet... Ja, we hadden toen natuurlijk... kinderen waren 10, dus dit is 35 jaar geleden. Ik weet niet of het ondertussen beter is geworden, maar het was voor mij echt een enorme schok. Je denkt toch een beschaafd land, of niet? Ja. Ja, ja. En dit was echt een vertoning, zoals je niet voor mogelijk houdt. En als je het relateert tot Poetin, dan kunnen we de rechtse regering daar helemaal niet gebruiken om de Europese eenheid een beetje bij elkaar te houden. Nee, maar kijk, dit is ook een beetje, weet je nog, dat Marine Le Pen een redelijke kans leek te hebben om te winnen.
En dat ze toen ineens naar achteren schuifelde. Ja, ging ze de EU verlaten? Want dat roepen die lui natuurlijk altijd. Nou, niet zo meteen. En er zou een referendum komen. En nou ja, met die euro zou het ook heel anders gaan. En ja, kortom, de zaken zouden gewoon op oude voet worden voortgezet. Alleen misschien een wat strenger immigratiebeleid. Dat is natuurlijk de hele zwakte van die populisten. Dat ze, als ze enigszins normale adviseurs hebben die kunnen lezen en schrijven, dat ze natuurlijk te horen krijgen dat het hele idee dat je uit de EU kunt stappen zonder al te grote schade op te leveren, dat dat niet kan. Laat staan de eurolanden natuurlijk die in de EU zitten. Ja. Dat is ook niet allemaal, maar toch. Je kunt er niet uit, daar komt het op neer. Ja. Het zal Engeland ook op de wat langere termijn, zal het Engeland lelijk opbreken. En zowel ten aanzien van van Schotland als ten aanzien van het nog steeds niet opgeloste Ierse vraagstuk. Denk je dat Poetin stopt in Oekraïne? Ik heb geen idee. Ik vraag het misschien niet zomaar. Dat hij probeert er ergens op een of andere manier een succesje uit te slepen, maar tot nu toe is dat natuurlijk helemaal niet gelukt. En wordt die militair enorm onder druk gehouden daar. Ja. Hij is natuurlijk hartstikke bang dat ze nog eens een keer een eind verder lopen. Ja. Je hebt natuurlijk de speech van Rutte bij de VN heb je natuurlijk in de krant gelezen. Die zegt namelijk, hij stopt helemaal niet daar in Oekraïne. Hij gaat door. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, hij gaat door. Dat klinkt enorm erg. Alsof de panzerdivisies in feite alweer Kharkov naderen. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Hij gaat door in wanhoop. Ja, hij vecht in wanhoop. De mobilisatie is wanhoop. Niet waar, door het totale dysfunctioneren van wat ons ook in die jaren in de kranten weer werd beschreven als een geweldig leger, dat geweldig gemoderniseerd was en tip-top uitgerust. Nou ja, dat blijkt allemaal niet zo te zijn. Maar wat hij natuurlijk probeerde te zeggen is, als we niets doen, dan gaan we er zelf ook echt, we hebben er al last van, hè, met de energieprijzen, maar dan gaan we er ook nog op een andere manier gaan we er last van krijgen. Nou ja, dan moet hij wel concreet uitleggen wat dat andere dan zou zijn. We zitten nu vooral natuurlijk met die energieprijzen. Nou ja, die hebben natuurlijk het nu een tijdelijke extreem karakter gekregen. Ook omdat op de hele wereldmarkt iedereen wil natuurlijk die spullen inkopen. Dus ja, dan schieten de prijzen omhoog. Dat zijn wel dagprijzen. Hè. Ze waren al fors gezakt. En ik begreep, hadden we het daar niet al over gehad, dat Goldman Sachs had voorspeld, een bekende internationale criminele bende, maar god, waarschijnlijk wel lui die er iets van begrijpen, dat die gasprijs natuurlijk na enige tijd weer naar een reëel niveau terug zou gaan. Er is gas zat in de wereld. Je kunt alleen hadden wij ons gekoppeld aan het Russische gas. Maar er is gas uit de Persische Golf. En er is gas uit Azerbeidzjan. Er is gas uit de Verenigde Staten. Die hebben ons al jarenlang gezegd, koop toch eens wat van dat gas van ons. Ja, je moet gastankers bouwen en terminals, maar goed, het is... Dit hoor ik Rob Jetten toch niet zeggen, hoor. Rob Jetten heeft het hier niet over dit soort dingen. Nee. Rob Jetten moet natuurlijk nu de druk op de ketel houden. Die zit met een probleem van nu. Stel je voor dat er een strenge winter komt. Het viel mij op dat er over ontzettend veel eikels uit de eikenbomen waren gevallen. En kastanjes, dus dat betekent, je weet, via de oude wijvenpraat, betekent dat een strenge, strenge winter. Hè? De vorst valt in half november. En december wordt de eerste Elfstedentocht gereden. En omdat je natuurlijk, en dan wordt waarschijnlijk in het volgende jaar nog een tweede Elfstedentocht gereden. Ja, dan zitten wij met een probleem. Oké, dit met die eikels wist ik trouwens niet. Is dat hetzelfde als avondzon regen in de ton? Ja, dat schijnt een mastjaar te heten. Dat is ja, avondzon water in de ton. Morgenrood. We regen in een slootje. Aprilletje zoet heeft vaak een witte hoed. Maartse buien die beduiden dat de zomer aankomt. Kruiden, je kunt op deze manier kunnen we een heel lolle boekje samenstellen natuurlijk. Wat er van waar, ik zeg het maar even. Het viel me op, ik was 2 dagen in Emmen. Nou jongen, je struikelde over de eikels. Het was ongelooflijk. Er staan er ook erg veel eikenbomen daar, dat wel. Maar het viel me wel erg op, ja. Ja, leuk trouwens. Ik hoorde bij, volgens mij, Boulevard. Luc Ikenk stond daar. Die zei van, ja, Maarten van Rossum die gaat opnieuw door. Broeders van Rossum heet het. Is dat de titel? Nou, het heeft nog helemaal geen officiële titel. Oh, ik dacht dat zij dat zeiden. Ik dacht, ja, even naar de podcast moeten luisteren. Toen mijn zuster ziek was, een aantal jaren geleden, hebben we die programma's gemaakt, Broeders in Berlijn. Oh, dat klopt, ja. Ja, ja, toen lag mijn zuster dus in het ziekenhuis.
Ik weet, we hebben er ook niet erg over nagedacht hoe het zou moeten heen. Maar je gaat allemaal andere mensen er ook bij halen, hoor. Ja, we allemaal hebben deskundigen. Ook een informant van een woningbouwvereniging. Die zijn van plan flats te slopen. Mijn broer vond dat niet terecht. Die konden beter gerenoveerd worden. Het waren best leuke jaren 50 flats enzo. Maar dat vind ik niks voor jou, want dat blijft er heel weinig spreektijd over. Nou, ruim voldoende. Hè? Kijk, het hele programma duurt 35 minuten. Als die mevrouw van de woningbouwvereniging tenslotte 2 minuten aan het woord is, wat zeg ik 1 minuut, dan is het veel. Ja, oh, zo gaat dat toch. Het is een figurant. Ja, ik denk dat het woord figurant hier wel op zijn plaats is, ja. Maar goed, zij was er om een concrete mededeling te doen. Ja. En even uit te leggen waarom zij die flats willen slopen. En waar ga je nog meer naartoe, Emmen, nu gedaan? We gaan nu waarschijnlijk naar Texel. Oh, Texel ga je doen? Ja, ik wist het ook niet. Ik heb leuk. Het net gehoord. Mag je dat zelf uitzoeken? Wat wij zelf mogen bepalen, dat is de plaatsen waar we heen gaan. En ook wel wat we ter plaatse onze aandacht willen geven. Ja, leuk. Dus voor Emma was dat natuurlijk de turfstekerijen, die daar ooit een belangrijke rol hebben gespeeld. En tot de eerste ontwikkeling van die zuidoosthoek van Drenthe, wat natuurlijk dat was een immens moeras van honderden vierkante kilometers. En dat heeft daar die turfstekerij heeft daar een belangrijke rol gespeeld. En vervolgens kwam dat olieveld, waar we het ook over gehad hebben. Want onder Emmen, althans onder die hele streek, inclusief het aanpalende Duitsland, bevindt zich het grootste olieveld van West-Europa, althans op land. Leuke verhalen zijn dit, hè? Ik denk dat heel veel mensen dit helemaal niet weten. Nee, ik heb dat olieveld getest bij mensen en ik ben helemaal niemand tegengekomen die dat wist. Nee, ik denk dat je een terwijl dat toch, dat stond er vol met ja-knikkers. Er is ooit een spuiter geweest, hè? Allemaal klassieke olieveldproblemen. Ze zijn weer opgestart, zijn weer allerlei zaken. En als je geïnteresseerd bent, of misschien zijn er luisteraars geïnteresseerd, het staat te koop. Er staan 40 kleine gasvelden en het olieding in Nederland staan te koop. Ja. En nou, jij zegt natuurlijk, wat is dat nou? Die gasputten zijn deels leeg en het olieveld heeft ook nog maar een beperkte capaciteit te leveren in de toekomst. Maar er schijnen tal van kleinere bedrijven te zijn die gespecialiseerd zijn in het uitputten van dingen die de grote bedrijven eigenlijk niet meer interessant vinden. En je begrijpt natuurlijk waarom dat zo is. Die hebben een hele kleine overhead. Dan kan je verzekeren dat Shell en Esso, die hebben een overhead van hier tot Tokio natuurlijk. Dus die moeten echt grootschalig produceren. Maar het schijnt dat er nog wel 150 miljoen vaten daar in de grond zitten. En komt in het voorjaar 2023 op tv, hè? Dit programma, begreep ik. Ja, in principe ja. Het is nooit helemaal zeker. En ooit werden we in januari uitgezonden en toen in februari. En ja, daar werd nogal mee geschoven. Oké, interessant. Leuk. Nou, Texel dus en Emmen. En Groningen lijkt me ook leuk. Ja, we gaan Venlo nog doen. Venlo, ook interessant. Dus je blijft een beetje weg uit de Randstad, wat iedereen al een beetje kent. Je gaat bewust naar andere plekken. Ja, ook natuurlijk. We hebben Amsterdam gedaan, we hebben Rotterdam gedaan, we hebben Den Haag gedaan, we hebben Utrecht gedaan. Ja, dus ja. Dan ben je wel klaar, ja. Ja, we kunnen Bodegraven nog doen, maar dat staat voorlopig niet op de agenda. Nee, maar juist goed dat ook de rest van het land wat aandacht zeker, krijgt. Zeker, we hebben een heel interessante periferie. Ja, want ik begreep dat. Weliswaar klaagt iedereen altijd in de periferie dat het de periferie is, maar ik zou zeggen, ik heb daar nou wat rondgereden daar in Emmen en Schonebeek en zo. De periferie heeft enorme voordelen. Ja, zeker. Heel anders bijvoorbeeld dan de Amerikaanse periferie. Ziet de Nederlandse periferie er keurig uit. Het is allemaal keurig opgeknapt, geverfd. De infrastructuur is op orde. En je hebt heel wat meer landschappelijke ruimte dan je natuurlijk in de Randstad hebt. Absoluut. Ja, je zegt voortdurend, jezus, wat een ruimte. En al die mooie eikenlanen met die eikels. Het is, ja, wij waren. Dus je moet tegen die lui zeggen, ja, u woont in de periferie, dat is waar. U kunt niet elke dag naar de Amsterdamse stad Schouwburg, alsof dat erg is. U heeft wel fantastische wandelmogelijkheden. Precies, heerlijke ruimte, lekker in de natuur. Als je daarvan houdt, zit je op de Duitse grens over gaat, er nog veel meer ruimte. Zo is het. En ik begreep ook dat het programma Galit en Sophie, die gingen zich ook veel meer op de periferie richten qua onderwerpen. En die hadden opeens veel meer kijkers. Oh, dus ik zat er gisteren voor een Amsterdamse onderwerp. Of Amsterdams, nou ja.
randstedelijk onderwerp. Oh, dat is dan slaat er dan niet bij aan of sluit er niet bij aan, maar ik hoorde dat. Even kijken, moeten we over Poetin nog iets zeggen? Of is dat allemaal wel behandeld? Nee, die zit zenuwachtig in zijn eentje te toppen, denk ik ook. Ja. Omdat hij natuurlijk ook wel begrijpt dat hij uiteindelijk de steun, natuurlijk ook de interne steun zal verliezen. Ja, ja. Als hij maar lang genoeg doorbroddelt natuurlijk. En, maar is een coup, is dat mogelijk daar? Mogelijk denk ik wel, maar ik vermoed dat de kans niet verschrikkelijk groot is daarvoor. Moet het denk ik nog veel dieper en grondiger misgaan. Maar en als het, stelt dat hij in zijn wanhoop een kernwapen gebruikt, dan zal ook intern naar mijn gevoel de steun vrij snel afbrokkelen. Omdat mensen zullen zeggen, nou ja, hij heeft natuurlijk alle redelijkheid, is hij uit het oog verloren. Dat was al zo, maar dan wordt het in feite nog eens een keer gekwadrateerd. En de burgers, kunnen die het leger achter zich krijgen om bijvoorbeeld wat in Moskou te proberen? Nou, dat zie ik niet zo 1, 2, 3. Eerlijk gezegd, ik weet ook niet of het Russische leger, als je dat achter je hebt, of dat nou zo fijn is. Dat het een voordeel is. Ik heb de indruk dat het veel prettiger is als je het voor je hebt en dat je je uit de voeten kunt maken. Ja, ja. En de motivatie, je zei het al, die is natuurlijk enorm slecht. En terecht natuurlijk ook. Ik bedoel, je zou toch ook zelf als Russische jonge man, die lui zijn niet gek. Die zijn ook opgegroeid met het internet. Die zijn wel een klein beetje bij de tijd. Dan heb je toch geen zin om je leven te geven, niet waar, voor een volksgeschifte expeditie waarbij de Oekraïne veroverd moet worden. Ja. Van fascisten gezuiverd moet worden. Ja. Want wat ga je zo, wat. Zo meteen krijgen natuurlijk doden ook terug. Dus die jongens die gaan er naartoe en die familie. Ja, denk aan Afghanistan. Er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat natuurlijk de volledig mislukte interventie in Afghanistan na 1979. Dat een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de aftakeling van de Sovjet-Unie. Ja, ja. En zoekterm op internet was ook van hoe breek ik een arm? Die was heel populair ineens. Ook lollig. Dat je dit is, je moet jezelf in de voet schieten. He, dat is desertie. Ik weet niet hoe ze dat straffen daar, maar de Duitsers schoten je dood. Oké. Okay. Je hebt 30.000 deserteurs doodgeschoten. Ja. Nou ja, maar een arm breken, ja, dan kun je niet veel. Ben je toch, hoe lang moet je daarvan herstellen? Ik heb geen flauw idee. Ja. Hoe kwam het eigenlijk? Het lijkt me handiger om met de auto naar Georgië te rijden, maar goed. Ja. Nou ja, er was al één land die had gezegd, we willen die Russen niet hebben. Nee, Finland zei je. Dat was, ik weet niet, vanaf maandag sluiten ze het af, geloof ik. Ja, niet slecht toch, denk ik. Nee, ze zullen ook wat denken, wat moeten we met al die Russen? Ja. En bovendien, natuurlijk, ja, ze hebben nu besloten lid van de NATO te worden, mee te doen met de Westerse club. Dus dat punt zal een rol spelen. Ja. Ja. Al zou ik zeggen, hoogopgeleide Russen, niks mis mee, toch? Nee, voor de krapte op de arbeidsmarkt kun je ze goed gebruiken, ja, absoluut. Ze zullen vrijwel allemaal passabel Engels spreken. Dus ja, wie doet dat niet tegenwoordig? Hoe kwam het nou dat iemand? Ja, behalve misschien de medische stand op het Franse platteland. Ja. Maar daar komen we wel uit. Hey, en in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook mensen gemobiliseerd vanuit Duitsland? Ja, ik denk dat het Hitler-regime zeker tot ver in de oorlog populairder is geweest dan Poetin ooit geweest is. Want ik vroeg me af. Als je in Duitsland, dat is vaak genoeg geschreven, als je in Duitsland verkiezingen zou hebben gehouden in 1939, zou de NSDAP een overweldigende overwinning hebben behaald. Bij een vrije verkiezingen. Even niet gemanipuleerd. Dat is natuurlijk het probleem met Poetin. Dat al een hele tijd de verkiezingen in Rusland wel gehouden worden. Maar dat die in feite gemanipuleerd zijn. Aanvankelijk won Poetin gewoon op eigen kracht verkiezingen. Ook Poetin is democratisch aan de macht gekomen. Vergeet dat niet. Ja, maar die Duitsers waren wel veel gemotiveerder dan die Russen nu. Ja, daar hebben we het over gehad. Hoe gemotiveerd de Duitsers vochten. En dat ben je altijd verbaasd over. Ja. Tenminste, ik ben altijd verbaasd, maar dat komt natuurlijk omdat ik altijd aan mezelf denk in vergelijkbare omstandigheden. En ik zou hebben gedacht, nou, hoe maak ik mij hier zo spoedig mogelijk uit de voeten? Ja. En wie heeft tenslotte eigenlijk het licht aangedaan in onze bovenkamers? Hij is er bepaald niet echt voor beloond, Draghi. De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren.
was weer zo'n drama in Brussel en zo. En toen zei Draghi, we'll do anything for the euro. Whatever happens, we'll save the euro. Dat zei hij. En nu is hij in Italië weggestuurd door die vijf... Het is natuurlijk weer, heet het ook weer, die vijf marionettenbewegingen, of hoe het mogen heten. Wat een land is dat toch ook, dames en heren. Daar krijgen we nu een fascistische vrouw. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa.